Ralf Kreewinkel, nu nog burgemeester van Beek, wordt de nieuwe burgemeester van Heerlen. Kreewinkel, lid van de Partij van de Arbeid, staat als eerste op de voordracht van de raad. Hij moet nog officieel worden benoemd, maar dat is een formaliteit. Ja, ik ben heel vereerd dat de gemeenteraad mij heeft voorgedragen tot de nieuwe burgemeester van Heerlen. En ik denk dat het een enorme uitdaging is, maar met heel veel plezier naar uitkijk om samen met de mensen van Heerlen aan de slag te gaan. En niet alleen in Heerlen, maar ook in de regio Parkstad, om daar straks mijn rol te mogen spelen. Daar ben ik heel vereerd in. Ja, ik vind het uitermate goed proces. Alles prima verlopen. Tot het allerlaatste moment toen de naam uitlekte. Daar ben ik niet blij mee. Dat heb ik ook aangegeven. Omdat zoiets toch, het ligt op straat. Ik wil het liefst, omdat ik een goede samenwerking heb met het huidige college in Beek, had ik ze liever zelf willen informeren. Nou, nu werden we allemaal verrast door het feit dat dit in de media bekend werd. En daarnaast, mocht de gemeenteraad een andere keuze hebben gemaakt, wat gelukkig niet gebeurd is, ja, dan sta je daar natuurlijk niet mooi op. En ik vind het gewoon heel erg zonde dat dat gebeurd is. Ik ga nu met heel veel enthousiasme aan de slag. En ik ga proberen om samen met de mensen in Heerlen, de politiek, de ambtenaren, de burgers, de instellingen, om vooral veel te leren, te zien. En dan samen met de mensen daar in de omgeving echt iets moois voor elkaar te boksen. En uiteraard loop je dan tegen dingen aan. En het zou gek zijn als dat niet is. Dan sta ik nog vreugd nog op. Daar kun je alleen maar van leren en echt samen iets doen. Mooi. In de tussentijd neemt oud-staatssecretaris Frans Wekers het burgemeesterschap in Heerlen waar. Ralf Kreewinkel zal binnenkort officieel de stap maken om toe te treden als burgemeester. Ralf heeft er erg veel zin in en ziet enorme potentie in de stad Heerlen.